maar hé, je kan hem in een sportzaal zetten, dan knijp je je stoelen helemaal. Ja. Ja. Dat is toch ongekend. Vandaag gaan we met de gigant rijden. En die gigant die staat achterbij. De Kia EV9. Maar voordat we met die gigant gaan rijden, gaan we op zoek naar Martijn. Martijn is de verkoper hier. Nou mensen, naast mij zit Martijn. Martijn is verkoper bij Kia in Goes. Martijn, vertel eens over jezelf. Wie ben je? Ja, ik ben Martijn. Ik ben 23 jaar. Ik werk bij Lauwman Kia in Goes. Ik werk er als verkoopadviseur inderdaad. En dus inderdaad bij het merk Kia. Ja. Verkoopadviseur, wat houdt dat in, Martijn? Ja, dat is natuurlijk best uitgebreid. Hè. Je informeert mensen, je gaat achter mensen aan. En je probeert eigenlijk een zo goed mogelijk beeld te geven van Kia. En dat ze uiteindelijk dus de keuze maken om ook op Kia over te gaan. Ja. En werk je lang in Goes bij Kia? Eigenlijk sinds 2021. In 2021 is Lauwman Kia dealer geworden voor Zeeland. Verder heeft Lauwman ook nog een vestiging in Breda voor Kia. En in Terneuzen zitten jullie toch ook met Kia? In Terneuzen, ja. Dus voor Zeeland hebben we eigenlijk Terneuzen en Goes. En in Breda dan nog een vestiging. In 2021 is Lauwman daar dus mee begonnen. Daar ben ik daarin gestapt, eigenlijk als part-timer, want ik zat er nog op, volgde ik nog een studie. En sinds de zomer vorig jaar ben ik ingestapt als fulltime. Ja. En had je iets met auto's? Of hoe ben je er zo ingerold? Ja, dat is wel het mooie. Ik zit inderdaad wel in de auto's. Bij ons thuis hebben we in de familie een autobedrijf, Rida in Zeeuws-Vlaanderen. Mijn vader was Kia dealer tot 2021. Sindsdien is Lauwman dat gaan doen voor Zeeland. Dus zodoende zat ik al een beetje erin met Kia. En ik wou ook graag met met Kia verder, zeg maar, dat weet ik wel vanaf en een heel mooi merk. En zodoende dat ik toch met Kia mee wou gaan en die kans kreeg ik bij Lauwman gelukkig, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. En je ziet eigenlijk ook dat Kia de afgelopen jaar behoorlijk stappen heeft gemaakt. Ja. En dus ik ben blij met de keuze, ja. 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 Nou heb ik gisteren in deze gigant gereden, gigant, de Kia EV9. Ja. Vertel daar eens wat over. Wat is een gigantische auto, hè? Ja, het is een gigantische auto. Nu moet ik wel zeggen, als je erin rijdt, dat heb je gisteren misschien ook wel gemerkt, dan valt het wel grotendeels weer weg. Ja. Het is één comfortabele auto, zit heel goed in elkaar. Ook weer iets wat we binnen Kia nog niet eerder gezien hebben op dit niveau. EV6 vonden we al een hele mooie vooruitgang, maar dit is dan weer net nog een stapje meer. En eigenlijk is het natuurlijk de EV9, maar met EV9 weet iedereen wat of er bedoeld wordt. Ja. We zitten hier in de Lounge Edition GT-Line. Dat is dan de meest uitgebreide variant. Vierwiel aangedreven met 384 pk. Nou ja, dat is natuurlijk meer dan genoeg. Je hebt ook nog een achterwiel aangedreven variant. Oké. En dan kom je op 204 pk. De EV9 is er vanaf ongeveer 68.000 euro. Dan heb je dus die achterwiel aangedreven variant. Dat is al een heel complete auto. Daar zitten bijvoorbeeld elektrisch verstelbare stoelen in, een 360 graden camera. Nou ja, dat zijn natuurlijk dingen die je normaal in wat luxere auto's ziet, in wat luxere pakketten. Nou, nu zit dat er de standaard al in. Wat deze Lounge Edition GT-Line dan wel extra heeft, dat is dus die bijvoorbeeld een schuifkanteldak met van achter nog een glazen dak. Dat zie je misschien nu niet op beeld, maar dat zit erop. Het voordeel van zo'n vierwiel aangedreven EV9 is dat je tot 2500 kilo trekgewicht hebt. Zo. Dus dat is best behoorlijk, zeker voor een EV. Ja. Met de achterwiel aangedreven is dat beperkt tot 900 kilo, maar alsnog natuurlijk een behoorlijk trekgewicht. Ja. Hey, en qua acceleraties, wat doet zo'n auto nou? Ja, het is best een forse auto natuurlijk, zwaar. Tussen de 24 en 2500 kilo. Ja. Best vierkant, dus je zou zeggen dat die natuurlijk best slechte stroomlijnd is en zo. Maar die komt heel goed uit de testen. Oké. Deze auto met vierwiel aangedreven kom je op een WLTP-waarde van ongeveer 505 kilometer. Dat is dan bij de Lounge Edition GT-Line, want dan heb je 21 inch als je
Een maatje kleiner inch wielen hebt, dan kom je op 512 WLTP uit. Ja, ja. En met de achterwielen aangedreven heb je nog wat meer, dan kom je rond de 560 km via WLTP uit. Zo, ja. Dus het is voor zo'n auto is dat eigenlijk best behoorlijk, ja. Hey, en hebben al deze, de EV9 zou ik het ook maar even zeggen, hebben die allemaal dezelfde accupakketten? Die hebben allemaal dezelfde accupakketten, dat is 99,8 kWh. Dus ja, dat is een best een fors accupakket natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dat mag ook wel met zo'n auto. Ja, ja, ja. Hey, en je zegt, deze auto zit bomvol features. Ja. Gisteren was ik toevallig met de auto aan het rijden. Ja. Wat mij dus opvalt, het overzicht van de auto blijft goed. Ja. Maar hey, je kan hem in een sportzaal zetten, dan knijpen je stoelen helemaal. Ja, ja, ja. Dat is toch ongekend. Dat is voor Kia is dat echt ongekend. Het is, en ook voor het geld wat je ervoor neerlegt, als je ziet alsof het er allemaal op en aan zit. En dan ook nog eens met een zekerheid van 7 jaar garantie tot 150.000 kilometer. En dan hoe luxe het allemaal is uitgerust. Ja, dat is inderdaad, dat is gewoon ongekend. Dat is, ja. Hey, en die 7 jaar, dat is ook op de accu's? Ja, 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 daar gaan we daar ook op door. Ja. Dus dat is gewoon een mooie zekerheid die of je meekrijgt. Ja. Ja. Hey, en kijk, de EV6 is een sportief model. Ja. Dit is echt een SUV. Ja. Wat komt er nog meer aan? Want Kia is echt aan het vernieuwen. Ja, Kia heeft behoorlijk wat doelstellingen gesteld. En dat zie je inderdaad in de EV6 terug, in de EV9. En volgend jaar komen er nog een aantal types. Bijvoorbeeld de EV5, de EV3 en de EV4. De EV4 is dan meer een type EV6, maar dan ietsje kleiner. Ja. Het lijkt veel op elkaar. De EV5 is dan eigenlijk het type Sportage. Dan een kleine EV9, maar dan qua formaat meer de Sportage. En dan komt ook nog de EV3, dat is eigenlijk meer een formaatje Niro net daaronder. Dus net iets kleiner, iets compacter. Ja. Dus best wel een mooi jaar volgend jaar in het verschiet. Dan worden ze geïntroduceerd. De vraag is dan ook of dat ze alle drie gelijk op de markt komen. Ja. Maar dat komt echt wel moois aan. Ja. Hey, en deze auto is van de zomer natuurlijk geïntroduceerd. Daar was ik dan ook bij. Ja. Helemaal in het blauw. Ja. Nu zie je hem echt in de showroom verschijnen. Is die al lang in de showroom dan? Hij staat in de showroom, zeker. Ja, ja, hij is gewoon te bestellen. De auto's zijn gewoon snel te leveren. Dus dat is ook mooi. Dat is natuurlijk ook een ding in deze tijd. Dat er vaak veel levertijd zit op auto's. Nou, op de EV9 hebben we daar gelukkig geen problemen mee. Dus dat zit goed in elkaar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, en wat vind je daar nou? Als verkoper zijnde, wat vind je hier nou zelf van? Ja, ik vind het een fantastische auto, wat ik al zei. Als je zo'n zware auto hebt, maar dan toch dik comfort en wat of er allemaal op zit, voor wat voor prijs. Ja, dat is gewoon heel goed voor elkaar. Maar ik vind ook de technologie vind ik wel eeuwensprekend. Want deze auto is voorbereid voor vehicle to grid. Dat wil dus zeggen dat je stroom uit de batterij terug kan leveren aan het net. Okay. En dit is eigenlijk de eerste EV die of dat ook kan. Okay. En waar deze auto ook uniek in is dat het een 7-zitter is. Is ook als 6-zitter te bestellen in de GT-lijn, maar is een 7-zitter. Een 7-zitter, ja. Maar de techniek vind ik toch wel aansprekend. Want dat vehicle to grid, dat is natuurlijk toch kan helpen in de energietransitie. Als je bijvoorbeeld ziet dat de salderingsregeling van zonnepanelen eraf gaat, dan kan deze auto kan een oplossing. Dan kan je de koelkast op laten draaien of je elektrische fiets, want daar maakt Kia reclame mee. Ja, dat is dan vehicle to load, dat zit al op de e-Niro en op de EV6. Maar dit is dan vehicle to grid, dus dat is weer net een stapje technologische vooruitgang. Dus terugleveren aan het net. De volgende stap is vehicle to house, dus dat je de stroom ook kan gebruiken voor het huis. Okay. En dan wordt er van Kia gezegd dat je gerust een aantal dagen een heel huishouden erop kan zetten. Dus ja, dat is natuurlijk mooi als je zo'n auto hebt die of dat kan. Dus dat betekent dat als je accu van de auto vol is, dan kan je je huis van stroom voorzien. Ja, precies. Ja. En bijvoorbeeld ook met kamperen bijvoorbeeld. Hè. Dan kan je gewoon alles op de stroom van je auto doen. Dat is wel een interessante vooruitgang. En dat is volgend jaar wil Kia dat ook echt werkzaam maken. Het is nu voorbereid, maar volgend jaar komt Kia met producten dat je ook echt het kan gaan gebruiken voor vehicle to grid. Wat ik zeg, de volgende stap is vehicle to house. Dus dat is, het is echt al, het is al tastbaar, zeg maar. Dus er is al een tijdlijn zichtbaar van
wanneer of dat er ook echt aan zit te komen. Okay. Maar dat zit, qua voorbereiding zit dat al in deze auto. Dus, bij wijze van spreken, ze moeten softwarematig moeten ze iets aanpassen en dan zit het systeem in de auto. Dat zit, ik ben zelf ook geen techneut hoor, maar dat zit in, volgens mij in de beveiliging ook van laadpalen en van het huis. Moet je ook voorbereid zijn natuurlijk. Ja, ja. En daar is Kia nu mee bezig. Volgend jaar komt daar meer informatie over. En de doelstelling was, wat ik begreep, dat ze het eind volgend jaar toch ook werkzaam willen hebben. Ja. Oh, wat een vooruitgang joh. Ja. En dat van Kia, dat had je natuurlijk een aantal jaar geleden nooit kunnen denken. Nee, helemaal niet. Nu is Kia de voorloper op dat gebied. Ja. Hey, kijk, wat is de doelgroep met deze auto? We werden net voorbij gereden door een Volvo, door een XC90. Ja. Waar gokt Kia op met deze auto? Ja, deze auto staat natuurlijk heel scherp in de markt en dan ga je inderdaad weer naar een ander segment klanten. Je ziet heel veel zakelijke rijders die erop afkomen en dan heb je inderdaad Volvo klanten. Audi, BMW, Mercedes, toch een beetje de premium merken die er weer op afkomen. Dat hebben we ook al gezien afgelopen weken. Okay. Dus dat spreekt ook echt wel aan. Maar ook voor grote gezinnen. Het is een 7-persoons auto, de eerste 7-persoons EV. Dus ook dat spreekt aan. Bijvoorbeeld in een financieringsvorm, private lease vorm, is er ook heel veel in mogelijk. Ja, dus ja, dat ja. Het is gewoon een heel breed publiek en dat zien we ook echt wel. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, maar over dat 7-persoons. Wordt daar de auto ook op gekocht? Of? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar je merkt wel dat mensen zeggen, oh, dat is een 7-persoons. Ik ga toch eens kijken, ben ik wel benieuwd. Nou ja, dat zien we echt wel terug. Ja. Hey, Tijn, even over de features. Want deze auto die zit bomvol. Ik noemde daarnet ook even de stoelen. Als je in de sportstand zit, dat echt genepen wordt. Ja. Ik zag ook dat je er offroad mee kan rijden. Ja, klopt. Er zit een... verschillende rijstijlen op het, dus je kan hem in normaal, sportief, economisch zetten, maar je kan dus inderdaad ook een terrein kiezen, zand, modder, dus ja, je kan er inderdaad off-road mee rijden. En ook deze is natuurlijk ideaal, omdat het een vierwielwagendreven variant is. Dus ja, dat is er ook in mogelijk, ja. Hey, en wat nu noem, nogmaals, nu noem ik net even die stoelen, dat je er off-road mee kan rijden, maar jij weet vast meer dan ik heb gezien, wat zit er nog meer in? Hey, want nu geef je net richting aan, ik zie... In het dashboard zie ik dat je dus rechtsaf gaat, dat er een bolle, een soort spiegeltje komt. Ja, dat is eigenlijk je dode hoekcamera. Dus onder je spiegel zit een cameraatje die of in beeld komt als je richting aan heeft. Dan zie je wat er dus in je dode hoek zit. Deze auto is echt wel gericht op veiligheid. Heel veel opties zijn daarop gefocust. Parkeerassistentie komt heel veel naar voren in de verschillende uitvoeringen. Dus dan zit er rondom zitten er sensoren, camera's die alles in de gaten houden voor je. Dan wordt het dus toch een stuk makkelijker parkeren, bijvoorbeeld ook met zo'n auto. Het is een hele forse auto, wat ik net zei. Ja. En dat maakt hem een stuk veiliger. Wat je ook kan doen met deze auto, is dat je hem aan de hand van de sleutel van de afstandsbediening kan laten parkeren. Dus dan hoef je zelf niet in de auto te zitten, maar kan hem lekker zelf laten parkeren. Lekker zijn gang laten doen. Dus ja, dat zorgt er ook weer voor dat je wat minder moeilijk met deze auto hoeft om te gaan. Dus als ik het dan goed begrijp, op je afstandsbediening zit een knopje. Ja. De auto parkeert dan zelf in als je tegen terug houdt. Ja. Dus dat doet hij helemaal autonoom. Bijvoorbeeld als je nou eens op een hele krappe parkeerplaats staat en je komt er zelf niet meer uit, dan laat je die auto vanzelf even zijn gang gaan. Dus dan door middel van de sensoren die aan erin zitten, parkeert hij in en uit, zeg maar. Ja. Moet ik wel zeggen, dat is dan bij die GT-lijn, dus de variant waar we nu in rijden. Bij de andere varianten is dat ook mogelijk, maar dan kan je hem kiezen achteraf als optie. Want je kan met deze EV9 de auto helemaal personaliseren. Je kan via een app kan je verschillende opties en zo naar achteraf aanschaffen. Dus dat is helemaal naar eigen inzicht. En Kia wil er in de toekomst ook meer mee doen. Dat je op het gebied van software gewoon veel meer kan toevoegen aan deze auto. Ja, dus zeg maar via een App Store kan je gewoon eenmaal je auto configureren. Ja, okay, inderdaad. Okay. Dus dat is best interessant ook voor de toekomst. Echt een bij de tijdse auto, zeg maar. Ja. Hey, en qua lengte, hoe lang is deze auto? Ja, hier kom je toch al over de 5 meter. Dus het is echt wel een lange auto. Ja. Die is nog 20 centimeter langer dan de Kia Sorento bijvoorbeeld. Hè? Ja.
Dus dit is gewoon een forse auto. Maar daarom zijn dus al die veiligheidssystemen erop gericht om het zo makkelijk mogelijk te maken en zo veilig mogelijk om met die auto te rijden. Ja. En dat hebben ze goed gedaan. Ja. Ja. Hey, en je noemde net ook even de Sorento. Ja. Is het een vervanger van de Sorento of blijft de Sorento gewoon bestaan? Volgend jaar komt de facelift van de Sorento. Okay. Dus die blijft gewoon nog even bestaan. Maar ja, je kan wel zeggen dat dit een beetje het elektrische segment van de Sorento is, zou ik wel zeggen. Ja. Het is ook een 7-zitter natuurlijk. Ja. Je ziet ook bij heel veel merken dat ze echt volop elektrisch gaan. Ja. Kia ook waarschijnlijk. Ja. Ja. Hebben hun ook een doelstelling van dan gaan we geen brandstofauto's meer maken? In 2030 mogen we nieuw eigenlijk alleen maar volledig elektrisch verkopen. Maar ja, internationaal gaat Kia natuurlijk nog wel gewoon door met verschillende soorten auto's. Kia focust wel steeds meer op elektrisch, het is ook echt wel een speerpunt. En Kia wil er ook de grootste in worden, dus het is, dat zie je wel steeds meer terug. Ja. Oké. Ja. Hey, maar je zegt de grootste in het aanbod van elektrische auto's? Ja, ja. Zo. Niet alleen in auto's, Kia komt ook nog met... met busjes, elektrische busjes. Okay. En dat worden dan, ik ben de naam even kwijt, maar dat worden busjes gericht op een speciale doelgroep, een speciale tak van ondernemen, zeg maar. Dus dat is heel specialistisch maatwerk waar die busjes op afkomen. En dat wordt ook volgend jaar geïntroduceerd, dus dat is ook heel interessant. Zo. Ja. Zo. Ja. Hey, en dan praten we ook over een actieradius van 500 kilometer. Of ja, dat is natuurlijk nog de vraag. Oké. Dat is natuurlijk toch wel een heel ander marktsegment en zoiets. Want ja. De vraag is of je zo'n actieradius dan nodig hebt. Bijvoorbeeld voor couriersdiensten zal het misschien niet nodig zijn. Nee. Bij Kia is actieradius ook misschien niet het hoofddoel. Bij Kia gaan ze ervan uit dat 400 kilometer dat meer dan genoeg is. Want normaal, ja, wie rijdt er dagelijks een rit van 400 kilometer? Ik denk bijna niemand. Nee. Dus bij Kia gaan ze er vooral kijken ze naar hoe snel je die batterij weer vol kan krijgen. Okay, deze auto kan je snel laden met 210 kilowatt maximaal. De EV6 met 240. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk hele hoge snelheden. Want ik denk dat je gemiddeld in de markt op 150, 180 kilowatt zit met snelladen. Dus dit is echt wel een stapje hoger weer. Dat komt omdat Kia werkt met het 800 volt systeem in de batterij. Dus daarom kan je die auto zo snel vol krijgen. En bij een snellader, een 340 kilowatt snellader bijvoorbeeld, kan je deze auto van 10 tot 80% in 25 minuutjes weer vol krijgen. Zo? Ja. Zo. Ja. 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 Ja, dat, maar goed, nou, je zei het net van kijk, Kia die kijkt echt naar... niet naar de actieradius, maar... Er zijn natuurlijk genoeg mensen die hebben zo'n beeld van ja, als ik op vakantie ga, ja, dan heb ik een probleem, want ik kan maar 400 kilometer. Ja. Hoe verwoorden jullie dat als verkoper? Nou, dat kan je met een heel handig trucje kan je dat oplossen. Wat ik ook heel vaak hoor van mensen is dat ze zeggen van ja, dan kom ik bij de laadpaal en dan staat daar een hele file. Ja. Als je nou zorgt dat je in Nederland vertrekt met een kwart inhoud van je batterij. Iedereen gaat natuurlijk weg vanuit Nederland met een volle batterij, als je met een kwart volgooit. Dan ontwijk je al die drukke locaties en kan je overal tussendoor makkelijk snel laden. En als je snel laadt, je moet hem nooit helemaal vol laden, want de laatste 20% dat gaat heel langzaam. Ja, ja. Dus als je gewoon een klein stukje snel laadt, een koffertje doet en je rijdt weer door, dan is dat gewoon heel makkelijk te doen. Elektrisch rijden is natuurlijk wel een heel andere manier van rijden, je moet wat meer plannen van tevoren. Maar ja, het is gewoon heel goed te doen. Ja. Dus jij zegt van, ik ga morgen op vakantie, ja. ik gooi er... Er zit een paar honderd kilometer aan brandstof in. Ja, ja. Bij de volgende doe ik hem tot 80%, niet tot 100%. Bijvoorbeeld, maar, ja. En dan ga ik weer verder. Ja, ja, en nu heb je in het Kia-systeem ook, als je navigatie in heeft, heeft hij zelf alle laadpalen tussendoor in. Ja. Dus dat is gewoon heel makkelijk, makkelijk te doen. Ja. Ja. En kan je met deze auto ook bij de Tesla-laders laden? Ja, dat kan wel. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Maar ik heb wel van een klant van mij begrepen dat dat kan. Die heeft hem ook zo ingesteld. Dus je kan ook gewoon bij de Tesla laders aan de gang. Kia zelf werkt samen met Ionity. Ja. En ze willen ook de komende jaren steeds meer laadpalen gaan plaatsen. Echt wel een flink aantal. Dus ja, de bereikbaarheid dat wordt alleen maar beter. Ja, ja, ja. Hey, en qua toekomst. Ja. Hoe zie jij het merk Kia dan? Ja, ik denk dat Kia zich de afgelopen jaren enorm heeft omhoog heeft gewerkt. En vooral ook in het technologisch vlak. En je ziet nu dat Kia natuurlijk technologisch voorloper is.
met de technieken die eraan komen. En ik denk dat Kia steeds meer gaat willen op het gebied van de elektrificatie. Dat zie je nu ook, dat Kia niet alleen een autoaanbieder wordt, maar bijvoorbeeld ook zonnepanelen kan gaan leveren, een thuisbatterij. Misschien zelfs energiecontracten, hè, in samenwerking met Ionity. Ja. Dus dat heb ik ook wel al begrepen, dat Kia daar meer naartoe wil. Dat is nog vrij weinig hoeft bekend, maar zo denk ik wel dat de toekomst in elkaar gaat steken. Dat Kia steeds meer klanten wil gaan koppelen door op verschillende manieren eigenlijk een klant te kunnen binden. Ja. Okay. Ja. Hey, maar Kia is dan echt vooruitstrevend qua net wat je noemt. Zonnepanelen, ja. Laadpalen, ja. En alles in samenwerking met de Ionity. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet bekend. Dat is een beetje wat of ik nu ja. bedenk. Wat of ja. ik me zou kunnen voorstellen wat Kia mee aan de slag had. Ja. Zeker omdat Kia nu natuurlijk met dat vehicle to grid en zo werkt. En vehicle to house. Kan ik me voorstellen dat Kia inderdaad klanten wil gaan koppelen door verschillende facetten van elektrificatie te koppelen. Ja. Maar ik zeg niet dat gaat gebeuren ook. Maar nee. Dan kan ik me voorstellen dat ja. zou kunnen. Ja. Hey, en hoe zie jij persoonlijk, hey, want je ben echt een automan, vertelde je daarnet. Ja. Hoe zie jij persoonlijk heel het elektrische rijden? Ja, het is, je hebt natuurlijk Europese regelgeving, dus daar gaat het ook gewoon naartoe. Het had net zo goed waterstof kunnen zijn, maar daarin is niet geïnvesteerd in de eerste plaats. Nee. En een investering dat zorgt ervoor dat dingen uiteindelijk wel goedkoper worden. Want een batterij bijvoorbeeld, dat was eerst ook niet te betalen. En dat is nu ook gewoon duizenden euro's goedkoper geworden, gewoon puur door investering. Ja. En door regelgeving, want als er geen regelgeving is, wordt er ook meer geïnvesteerd. Dus ik denk dat het wel die kant op gaat, gewoon elektrificatie. Ja, maar verwacht jij dan dat de elektrische auto's echt nog qua prijs naar beneden gaan? Ja, dat kan. Er zijn qua batterijen ook ontwikkelingen. De batterij waar we nu mee rijden in deze auto, dat is een lithium-ion batterij uit mijn hoofd gezegd. Nou ja, ik ben zelf geen technisch specialist, maar ik heb wel begrepen dat bijvoorbeeld Kia ook werkt met lithium-ijzerfosfaat accu's, daar zijn ontwikkelingen in en dat zijn lichtgewicht accu's. Dus dat is natuurlijk ook heel interessant, hè, dat je wel lichtgewicht accu's krijgt met dezelfde actieradius. Ja. En ook een ontwikkeling is solid state, dus dat is ook weer een ander soort batterij. Daar weet ik technisch de voordelen er niet precies van. Nee. Maar er zijn heel veel ontwikkelingen in batterijsoorten. Ja. Maar nu denk ik wel dat wat je hier ziet, met deze batterij, deze auto, dat op dit moment al een hele mooie positie heeft in de markt, ook met de techniek die erin zit. Dus het is best wel een duurzame auto. Ja. En we hadden het net ook even over dat waterstof. Ik was jaren geleden in Genève op de autosalon. Ja. En dan zag je bij iedere stand zag je er waterstof. Ja. En nu is het voor de persoonauto's, tussen haakjes, bijna helemaal van de aardbodem verdwenen. Ja. Hoe denk je, hoe kan dat? Je zei net, ze investeren er niet in. Precies. Maar het ligt wel op de plank. Het ligt wel op de plank. Naar mijn idee had het ook allemaal net zo'n waterstof kunnen worden, maar dat is dus niet in geïnvesteerd. Ik denk dat waterstof misschien wel voor de transportsector, dus echt voor trucks en groot transport, dat misschien wel interessant is. Ja. Om daarin verder te ontwikkelen, omdat elektrisch en batterijen, dat is dan toch, dat is op een duur natuurlijk niet makkelijk te realiseren meer. Hè. Hele zware batterijen met grote actieradius, dat houdt een keer op. Ja, ja. Dus daarin had waterstof misschien wel een rol kunnen spelen. Maar dat is toch even zien hoe of daarmee omgegaan wordt. Ja, ik denk voor personenauto's misschien op hele lange termijn ook. Maar voorlopig zal alles inspelen op elektrisch. Ja. Hey, en nogmaals even terugkomend. Kijk, je komt natuurlijk uit een familiebedrijf. Of je vader heeft een autobedrijf. Hey, al was toen alleen maar brandstof en diesel. Ja. Wat vind jij nou echt zelf van heel dat gebeuren? Hey, je ziet zelf al als persoon de omschakeling naar elektrisch. Wat vind jij zelf? Er moet natuurlijk iets gebeuren met het klimaat. Ja. Hey? Ja. Maar wat vind je nou zelf? Wat vind je nou zelf van een elektrische auto? Ja, ik denk inderdaad dat er voor het klimaat wel het een en het ander moet gebeuren. En ik denk dat automerken daar heel goed mee bezig zijn, ook Kia. Het mooie vind ik dat Kia er juist rood is mee geworden. Zeg maar. Kia is de nummer 1 eigenlijk ook door de elektrische auto's. De Kia e-Niro bijvoorbeeld, de EV6 nu, de EV9.
daardoor heeft Kia wel zijn succes te danken. En, ik heb natuurlijk toch al een beetje een Kia hart misschien. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling dat Kia zich daar zo goed in manifesteert. Dus, ja, ik vind het eigenlijk wel heel mooi, ja. Oké. Hey, en over auto's gesproken. Ja? Waar gaat jouw hart nou echt sneller van kloppen? Ja, dan blijf ik toch een beetje bij Kia. Een Kia Stinger vind ik heel erg mooi. Of de EV6 GT met 580 pk volledig elektrisch vind ik ook heel mooi. Dat zijn toch een beetje de auto's waar... Je hart sneller van gaat kloppen. Ja. Maar Stinger, dat is toch brandstof? Dat is brandstof, klopt. Ja. Dat heeft ook zijn charmes, hè? Ja. Hey, nog zomaar eens even, dat doe ik bij meerdere mensen ook zo, eens even wat gekke dingen vragen. Mocht je nou iedere auto kunnen kopen en je moest niet naar het geld kijken, wat zou het dan worden, Martijn? Ja, toch een Stinger. Toch een Stinger, ja. Nee, dat hoeft voor mij geen Porsche of wat dan ook te zijn, hoor. Dan had het... Ja, of misschien Genesis, dat is natuurlijk ook onderdeel van Hyundai, dat is ook wel, vind ik mooie auto's. Mooie auto's, maar ik denk dat toch wel een Stinger gaat blijven, nou ja. Ja. Hey, oldtimers, doet dat iets met jou? Ja, toch iets minder. Mijn vader was vroeger Rover en MG dealer. Ja. Dus mijn vader zit nog veel met Rover en MG in zijn hoofd en dat komt toch een beetje terug op mij. Ik heb een Rover 216 coupé samen met mijn vader opgeknapt en dat vind ik dan wel mooi. Ja. Maar verder met oldtimers heb ik nu niet zoveel eigenlijk, nee. Nee. En met die Rover, dat doe je met cruisen of wat doe je dan? Die staan gewoon in de garage? Die staan in de garage, lekker schoon houden zeg maar in de zomer en met mooi weer dan haal ik hem er eens uit. En dan ik zie een tochtje langs de kust of zo, dus dat... Dat is genieten dan. Ja, precies. Ja, leuk. Ja. Dus nogmaals, echt je droomauto of een Genesis of een Stinger. Ja, precies. Dat denk ik wel, ja. Nou Martijn, we zijn ondertussen al even aan het rijden en Goes komt weer in beeld. Ja. Zijn we iets vergeten over deze prachtige Kia EV9? Ja, ongetwijfeld. Ik zou zeggen, van harte welkom om ook eens langs te komen om eens te ervaren. En als je vragen hebt over het elektrisch rijden bijvoorbeeld, kan ik goed begrijpen. Dus kom gewoon eens langs. Ervaar het zelf, want iedereen ervaart zijn auto toch weer anders. Ja. Dan zeg ik, kom gewoon eens gerust langs en dan kijken we eens verder. Ja. Dus even een proefritje maken in Goes of in Terneuzen. Ja, precies. Ja. Nou mensen, de Kia EV9 staat terug op zijn plaats. Wat een fantastische auto. En wat een ruimte. Echt waar, prachtig. Martijn is weer druk aan het werk. Vind je dit nou een leuke video? Laat het dan even weten. En op Auto Zeeland staat een prachtige fotoserie. Echt waar, even de moeite waard om dat te kijken. En abonneren is gratis op dit kanaal. Tot ziens, tot de volgende video.